het filmfestival 2018. Ja. En in de vier. Twee keer overgeslagen. Ja. Tiende keer. Ja, of de negende, weet ik. Ja. Ja. Maar in ieder geval 10 jaar geleden dat we de eerste keer waren. Ja. 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 Dus twee films vandaag. Eentje om 12 uur, zijn ruim op tijd. En eentje om 6 uur. Dat is door naar Amsterdam in. Nu zitten we op 4. En snel, ja. Hey, binnen. Ja. Action. Ja, we zijn inmiddels in het restaurant. We zijn binnen in Ui. We hebben net een cheesecake en een koffie. Maar is er niet helemaal. Proost. En de eerste film is, geloof ik, AD heet hij, geloof ik, de eerste film. Dus we gaan het zien. Dan hebben we een kortingspas. Kortingspas op hier, het is niks bijzonders. Ik dacht, er staat een heel mooi ding op of zo, maar het valt tegen. Nee, maar ja, voor de verzameling. That won't do it here, but still, it is a very, very good film, and have fun with a day. Also, I have a shotje. And now, yeah. Film? The film, yeah. What vond u dan? A day? And in het Aziatisch kan ik het niet uitspreken. A day? Ja, Cheryl, een timeless film met een twist. Ja, het was. Het zat goed in elkaar. Ja. Nou, dat was de goede tos. Goed zo te leven. Ja, dat is niet echt goed. Lekkere muziek, hè? Volle muziek. Lekkere muziek. Ja. Kaartjes bij een filmshop. We doen hier met Love Tony. En nog een keer Beatles. Oké. Dit was How to Talk to Girls at Parties ofzo? Ja. Zoiets was het. Ja, Media Care was aardig. Te lang vond ik. Ik vond hem te lang. Ik vond hem voor dat soort. Dat sowieso, ja. Ik had meer humor. Ja. Het was wel een grappig concept. Ja. Ja, 70 achtergrond, punk. Ja, dat was niet zo simpel, zo leuk. Ja. De rest ook. Ja, ik moet zeggen dat beter de kunst gewoon goed is als soort. Maar niet dit gedeelte dat ik de trap afval, hè? Ja. Oké, okay. Nee, precies, maar. Ja.